ese amor. Gekomen zijn, want ja, we kunnen ons natuurlijk geen mooier carnaval hier op school voorstellen zonder die hoogheden. En daarom zijn we blij dat ze er hier zijn. Ik vind jeugdprinses Evi net iets heel moois verteld heeft, maar ze is nog lang niet klaar. Dus ja, ik zou zeggen, ga er maar eens even relaxed bij zitten. Hier komt ze nog een keer. Wij willen ook nog een onderscheiding geven aan onze meesters. Alleen juf, meester Onno is er niet en daar willen wij juffrouw Annie voor onderscheiden. Dankjewel. Ja? Ja? Dankjewel. Heeft haar punten, aandachtspunten genoteerd. En er zit er nog anti-shake op de kamer. Hans, weet je, Hans, weet je wat je moet doen, hè? Moet er nog een paar kaarten? 83. De bediening is hier heel slecht. En dan zegt de ober, maar ik heb hier nog niet eens bediend. Goed, voordat wij verder gaan. De dames staan al vol spanning te wachten. We krijgen weer een heel ander optreden nu. We krijgen zang en dans. Live muziek. Dus echt gezongen, niet geplaybacked.
Drie dames uit groep 8. Ze staan echt vol spanning te wachten. Ik ga ze gauw aankondigen. Margje, Denise en Amber. Geef ze een applaus. Helemaal niks bent, zeg dan maar niks. Iedereen zit maar te dromen, hebben veel aan hun hoofd. De zaken staan opeens anders, als je weer in de wereld gelooft. Oh, ik wil meer dan andere wensen, die alle mensen bedenken. Zwaarder dan jezelf. Oh, ik wil meer dan andere mensen, niet alle mensen wensen. Ik wil niet zo zijn zoals het moet. Ja, jezelf zijn, dat is goed. Alsof je niet bestaat. Oh, ik wil meer dan andere mensen, die alle mensen bedenken. Ik wil niet zo zijn zoals het moet. Ja, jezelf zijn, dat is goed. Anders kwamen uit de kelder gewoon terug om even te kijken van wie nou dit prachtige stemmetje had. Ze hebben allemaal genoten te horen aan het applaus. Ik heb ook voor jullie nog een leuk aandenken. Wie heeft de meeste spijkers geslagen? Eén hamer. Dankjewel, Marloes. Dankjewel. 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 Zullen we even kijken of we ja, kijk maar. Omdraaien, Joop en Cor. Oh, ze zijn eigenlijk anders omdraaien. Dit is eigenlijk voor de dame. En dit is voor de. Nog makkelijker een kleintje aan het pakken, dat gaan we. Dit is zo'n tijd dat erin zit, hè? Wauw. Tadaa, tadaa. Een rekje. Oh, kijk eens aan. Nou, dat is wel erg leuk, zie je dat? Het is een corsage. Ja. We hopen dat je met elkaar naar boven draagt en dat je erelid wil zijn. Ja hoor, heel graag zelfs, ja. Heel graag. Applaus voor Cor en Joke! Yeah. Ja, je hond is een klappen. Dankjewel. Ja, hier zitten allemaal werkjes in van de kinderen. Zelf gemaakt. Nou, mooi hoor. Zo'n tintje te geven. Nou, dankjewel. Dat is heel leuk. Zit er zitten foto's bij. Ja, zullen ze op het gemak bekijken. Ja, heel mooi. Dankjewel allemaal. Bosbloemen. Oh, kijk eens aan. Ik kan niet op vandaag. Ja, kijk eens hier. Ja, weer bloemen. Kan niet op. Dankjewel. Ineke? Ja, natuurlijk ook.
zo druk bezig nog? Ja, kijk. Oké, dat is mooi. Nou, Rand, een dikke kus. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, bedankt. Voor jou ook nog. Dankjewel. Dankjewel. Nou, jullie allemaal heel hartelijk bedankt. Heel mooie bloemen, dankjewel. De opdracht. Nou, ik wil een beetje aansluiten, dan kan je ook even hier erbij maken. Even een foto van je dan. Nou, kom. Alleen als je klein bent. Meisje van Cor en Jo. Ja. Oh, Ineke stond er niet bij. Nee. Jij blokken, cheese. Oké, dankjewel. Nou, komt allemaal goed. Nou, dametjes, heel veel succes, hè. Ik wil juffrouw Annie de microfoon geven en dan gaan ze met al die 12 kandidaten afwerken. Nou, wij vonden in ieder geval iedereen heel erg goed. We hebben helemaal geen slechte optredens gezien of optredens die we niet zo goed vonden. Dat hebben we allemaal niet gezien. We vonden iedereen hartstikke goed. Wij bedanken ook iedereen voor jullie optredens en jullie deelname. En daarom was het voor ons ook heel moeilijk om een winnaar te kiezen. Dus wij hebben met z'n vieren heel lang vergaderd en gepraat en nagedacht. En eindelijk hebben we één winnaar gekozen. En die ga ik nu bekendmaken. Ik hoop dat ze er ook zijn, want die moeten dadelijk nog een keer optreden. Dat willen we dan nog een keer zien. De winnaar van vandaag is... zijn, want het zijn er meerdere. Kim van de Boogaard en Lisa van Rooy. Applausje! Kom maar naar voren. Kom maar, Lisa en Kim. Ja. Van harte gefeliciteerd met deze grote prijs. Kim, van harte gefeliciteerd. Nou moeten jullie maar afspreken. Jij eerst en dan jij. Want we hebben maar één beker. Goed. Willen jullie het nog een keer doen? Hebben wij de muziek erbij? Ja, we hebben een cd'tje. Ik diep in mijn hart. Ik weet het nu zeker. Ja, ik ben gek op jou. Een nieuw verhaal. Ik sta klaar aan de start. Ik wist niet dat ik jou.
Ja, ja, ja. Naast mij staat de jeugdraad van Elf, prinses Evie en adjudant Michelle. Die zijn zometeen zojuist al opgehaald met een heuse koets. Hé, prinses? Dat doe je niet iedere dag, hè? Nee. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst even achter ons kijken. Want achter ons prijkt heel mooi het orgelbeeldje. En sommige mensen die vragen dan aan ons, wat betekent dat eigenlijk, het orgelbeeldje? Het orgelbeeldje is wel iets heel bijzonders. Het is namelijk, nou mooi dat jullie even de haak vormen. Dat is namelijk het carnavalsbeeldje van S. Het is uit 1993 en het symboliseert het feest wat wij vandaag met z'n allen gaan openen. Het feest van carnaval voor jong en oud. Dat wordt in de vorm van kikkers, orgelborsten en kwakbolletjes uitgebeeld. Die samen het feest vieren van carnaval. Je ziet het ook nog in de orgelleuter, voor op de kaft in ieder geval. Een hele mooie kwakbol voor ons allemaal. Ik wil vragen, voordat jullie de sleutel krijgen nog, dat jullie samen als jeugdprinses en adjudanten het orgelbeeldje gaan eren samen met prins Job en met adjudantini, zodat het carnavalsfeest daarna helemaal goed kan beginnen met de sleuteloverdracht. Ja, prinses Evie, je bent wel prinses, maar je bent nog niet helemaal compleet. Want je bent pas echt baas over de kwakbolletjes als je de sleutel van de gemeente hebt gehad. Nou heeft de burgemeester mij gevraagd om die sleutel aan jou te overhandigen. En bij deze duurde. Hey, Boutje!
Terwijl ze naar hem lacht. Hij stapt op haar toe, ze had het wel verwacht. Morgen heeft ze spijt, het weet ze al te goed. Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Wie kan het wat schelen? Zo zijn er zoveel. Alles wat ze zegt klinkt vals en koud. Zelfs als ze zegt dat ze van hem houdt. Ze weet dat ze liegt, dan zegt ze het opnieuw. En opnieuw 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 en opnieuw. Wie kan het wat schelen? Zo zijn er zoveel. Burger.
Jente van Buurtschap, Femke van Kuurenweg, Sabine de Man en Jip de Man. Willen die allemaal op het podium komen? Renske van Grinsven, Joni van Grinsven, Bent de Kiels. Op de tweede plaats zijn de aanleggen Teun Wagenaars, Renske Wagenmans, Bartje Kirstjens. En als eerste zijn geëindigd Tessa van Eindhoven en Sanne van Eindhoven.
dulce amor. Zoek naar dezelfde kaartje. Is de een de ander of is
andersom.
mis amor. Raad van Elf en natuurlijk adjudante Michelle en jeugdprinses Evi. Zo begin je aan het carnaval en zo zit het er alweer op, hè. Het moment van de kikkerverbranding is aangekomen. We gaan de sleutel officieel teruggeven aan onze prins, de grote prins Job. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie graag even de microfoon geven. Want jullie hebben weer een mooi papiertje, zie ik. Het is weer wat voorbereid. Alsjeblieft. Alle overworsten, overzinnen en natuurlijk ook al onze kwakwalkers. Wij hebben gezegd tegen prins Job dat hij dinsdagavond de mini-sleutel terug zou krijgen. Maar helaas is het alweer zover. We moeten prins Job de mini-sleutel teruggeven. Dat vinden we natuurlijk helemaal niet leuk. Na het aansteken van de jeugdkikker is carnaval 2007 voor ons weer alweer afgelopen. Maar voordat de kikker in vlammen opgaat, willen we natuurlijk eerst de jeugdcommissie en het en de kwakwalkers, de overvorsten, de overzinnen en natuurlijk ook de kroesjes bedanken. Kom op, Adje en Wim, zet de kikker in de fik en de jeugdraad, dans eromheen! Thank you.
waren natuurlijk ook hun vaste begeleiders. We zagen net al twee in de jeugdtopkamp, daarom wil ik ook graag naar voren. Bianca Mulders, Kiel Krokken, Yvonne Bergman en Elise Sporen. Kom hier even bij. Hier van die zwervers. Die moet...
moest verbrengen. En daar lopen zoveel mensen mee. En zoveel onderdanen eigenlijk. Hè, die zijn bereid om hun prins in het zadel te krijgen. Ja, wie ben ik dan? En wie zijn wij dan? Om de sleutel te weigeren. En ik geef hem met een gerust hart over. Dat moet zeggen, het heeft voor mij ook nog een plezier gehad. Want dan ben ik natuurlijk ook in Afrika. Los van alle zorg en ellende. Dus ik moet toch besluiten om hem over te geven. Ik hoop dat we hem weer terugkrijgen van de week. En ik wens jullie heel veel plezier met z'n allen. En ik zou zeggen, ga zo maar. Helemaal helemaal goed. Amor. Want ik zie daar heel mooi de Paul in de midden, het zijn live zingers. En ik wil er echt eens van genieten. Gisteren hebben we al een klein volksgroepje hier gevangen. Doe de antipathie! Oh,
ese amor. Amor. Good man, he can't move on.
niet in. Appen? Nee, een Oud-Hollands gebruik op de muur. Appen, maar niet zo hard gereden. Heidenburg appels. Thank you.
Et le soir, la musique se dit dans le monde.
Yeah.
We'll be right back.
is de jeugd echt in de opkomst. Echt. Het burgerskorps denk ik dat elk Jeremie-ouder de feiten aanloopt. De stumpers komen heel goed op. De pittenessen zelfs, nou ja, dat moet ik toch niet zeggen. Dus ik hoop dat de uitslag jullie allemaal tevreden heeft. En ik geef nu het woord aan de hoofd van de jury. Thank you.
Dus de wisselbeker is daar dit jaar natuurlijk ook voor Marcus Koops. Om de andere uitdaging om hem volgend jaar weer af te pakken. Zijn we nodig vandaag. Je zult vandaag niet heel houden met de horen, want je zult het aan het eind niet meer horen. Daar zit er dik in. Dag beste kijkers, lokale omroep S, en wij hebben Prins. Jordi de Nurste. Van? Raad van 12. De Raad van 12, ja, met zijn heren. Meneer, u stoort ons in ons interview. Ja, u staat binnen. We gaan beginnen, joh. Ja, we gaan rijden. Oh, we gaan rijden. Beginnen. Ja, die groep kan rijden. Wij ook. Ik ga filmen. Zo dadelijk rijden we aan. We gaan even onze DJ interviewen, John van Beek. Daar hebben we onze grootste tracklijster, Jantje. Goedemorgen of middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jongens, hoe is het om te draaien bij de Willy? Super. Tot nu toe. Ik weet niet of het leuk is, maar voor ons is het wel leuk. Voor ons, vooral voor ons is het erg leuk. De jeugd van de S ook wel, maar de mensen in het dorp zelf, dat is niks. Nee, is kloten. Ga je vandaag nog eens gewoon muziek schrijven? Daar zit er dik in, hè? Hallo? Dat geloof ik ook al. Dat komt helemaal goed met jullie. Ja. Als je verzoekjes hebt, dan kun je ze gewoon aanvragen. Ik kan dat vragen, we draaien het niet, maar ik kan dat vragen. En ik denk dat we inmiddels zo vertrekken, dus... Ja, dat heb ik ook gehoord dat we zo gaan. Oorden op in en gaan. Met die banaan. Ja. Dus... Ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja, dan wens ik jullie nog veel plezier en dan... Dankjewel. Tot straks weer, hè. Dankjewel. Dit was Jens Rutte. Dit was Jens Rutte voor de lokale omroep S. Komt er niet op de douche, hè?
Thank you.
Thank you.